Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ging vandaag na afloop van de persconferentie in op de vraag hoe het staat met accreditatie van sommige hoger onderwijsinstellingen. Volgens de bewindsman moeten alle hoger onderwijsinstellingen geaccrediteerd zijn. Dus dat is een apart traject. We hebben nu een directievoering voor hoger onderwijs en wetenschapsbeleid. En we gaan de dialoog moeten oppakken met deze instituten. Het idee is dat we hoger onderwijsinstellingen moeten allemaal geaccrediteerd worden, omdat we hun opleidingen ook kwaliteitszorg moeten gaan krijgen, waarbij ouders en de leerlingen, studenten, gegarandeerd moeten worden dat wanneer ze hun geld inzetten, dat het geld is die te maken heeft met geaccrediteerde opleiding. Nu is het zo dat ze een erkenningsbrief hebben gehad bijna 10 jaar geleden of niet meer, of volgens mij is veel langer. En dat we zien dat toch die opleidingen doorgaan en ze werken met de erkenningsbrief, maar dat ze te weinig stappen doen om hun opleidingen te accrediteren. We gaan met ze praten. Natuurlijk geen vijandig bod, maar het gaat erom. Zij gaan nu aanstaande moeten doen om te accrediteren. En het is ook volgens de wet NOVA en ze zullen dat stapjes moeten doen. Maar we gaan eerst luisteren. We gaan ze de komende weken uitnodigen om met ze te praten, de directie, om over deze zaken, om stappen te ondernemen. Nogmaals, wij gaan ze moeten vragen wat ze allemaal afgelopen jaren hebben gedaan aan beleid om te accrediteren en wat precies de oorzaken zijn, om te luisteren hoe we snel met elkaar aan tafel kunnen zitten om de mogelijkheid te scheppen dat we op korte termijn toch die trajecten gaan uitzetten.